Zo, welkom bij weer een nieuw filmpje op mijn kanaal samen met mijn vriendin en Otje. Hey. Ja. No! Goed, we gaan vandaag iets leuks doen. Iets wat ik al een tijdje wil doen. Iets waar ik een heel technisch gezeik voor moest fixen. De eye tracker. Otje, even stil. Ja, anders kunnen we ook gewoon naar buiten doen. Nee, ik zit net buiten geweest. Ja, maar er moet gewerkt worden. Ik weet niet of jullie dit weten, maar in mijn agenda stond dat ik om 9 uur paraat moest staan voor deze video. Inmiddels is het 11 uur. Nee, je had van 9 tot half 12. Dus we hebben nog een half uur. Oh my god, ja, echt tot half 12. Niks te klagen. Nina, overal waar je kijkt, met die ogen van je. Die naar boven gaan. Dat ziet iedereen. Dus kijk eens naar rechtsboven in de hoek. Nou ja, je ziet het. Zo gaat het dus. We gaan vandaag even kijken of jij je oogjes van andere kerels af weet te houden. Kijken mag altijd toch? Het is een challenge. En elke keer als jij naar de sexy parts van een man kijkt, mag je slaan. Nou, daar doen wij niet aan. Maar dan moet jij sowieso naar vrouwen kijken. Dat kunnen we doen. Ja, anders is het toch saai? We beginnen gewoon met deze, ja. Zet hem op, schat. Ja, ik heb niet zoveel... Ja, je kijkt even naar ik de borst! Ik kijk letterlijk niet eens. Jawel. Voor zijzelf. Ik kijk gewoon in zijn ogen. Kijk, als ik knipper, dan gaat hij naar beneden. Zie je dat? Ik knipper. Niet. Ik knipper toch, jongen? Wat wil jij? Nina, pas op. Waarom kijk je naar de boom? Ik kijk naar zijn hoofd. Nee, je kijkt naar de boom. Ik kijk naar zijn haar. Kijk, ik kijk nu in zijn gezicht. Ja, maar anders als ik knipper... Ja, je kijkt even! Ja, omdat ik knipper! Dit ben jij! Nee, ik zit hier. Ja, hij doet het gewoon met zonnebril. Het heeft niet eens zin. Jij keek zelf daarnaar. Jij kijkt daarnaar. Ik weet niet wie deze complicatie heeft gemaakt. Complicatie. Of hoe noem je dit ook? Oké, nou, dit lijkt er meer op. Hier zou ik op kunnen vallen. Ik ben er best goed in. Hè? Je bent er best goed in. Tot nu toe vind ik dat je het redelijk doet hier. We gaan even... We doen een half naked boys. Want deze... Six pack compilation. Most aesthetic abs ever. Ik vind dit soort mannen die helemaal opgepompt zijn niet zo aantrekkelijk. Dat zeg jij altijd. Maar misschien is het wel helemaal niet waar. Maar hier word ik echt niet opgewonden van. Wow. Hoe kan ik nu ergens anders naar kijken? Nee, je doet het hartstikke goed. Ja, ik vind het dus niet aantrekkelijk. Nee, het is ook een beetje heavy. Hot boys complication. Compilation. Je hebt zelf wat complicaties volgens mij. Waarom kijk je naar die bekers? Kijk je naar die gat? Dit is toch... Ja, je weet, het is toch niet mijn team? Nee, dit is ook niet echt een hele mooie man. Oh! Ja, kijk dat borsthaar. Waarom kijk je naar die vieze borsthaar? Ja, omdat ik daar afgeleid door ben. Beach boys complication. Dat is wel knap knakker. Ja, daar ging hij even. Dat ben jij! Netjes, netjes, netjes. Ik vind dat ik hartstikke goed op deze test kom. Nee, maar jij ontkent de hele tijd. Schat, ik ontken het niet, maar jij weet... Ik vind dit soort lichaam niet aantrekkelijk. En ja, toch, kijk je nou met je oogjes. Die naar boven gaan. Ja, nou, zal ik ook in mijn spiegel kijken? Ik vind dit op zich wel een knappe guy. Ik hou van tatoeages. Oorbelletje is niet helemaal mijn ding. Ik ben alleen maar met die hasses van die vent bezig. Ja, ik vind dat hij een mooie lach heeft, dat hij lacht. Nee. Jij houdt gewoon niet van gespierde mannen. Nee, ik kijk ook naar. Loop ik helemaal mijn best te doen om een beetje fit te worden. Nee, ik hou wel van gewoon een beetje mannen die mooi gewoon verzorgen. Maar het hoeft niet zo opgepompt van mij. Iemand moet niet meer ijdel zijn dan dat ik ben. Nee, ja, dit was niet ook een soort speeddate of zo. Dit was gewoon een challenge. Maar ik vind dat jij nu aan de beurt bent. Nee, ik heb nog iets anders voorbereid. Ben je klaar voor de ultieme test? We gaan even kijken of jij mij nog wel een beetje interessant vindt. Oké. Ik wil je vragen om naar het midden van het scherm te kijken. Als ik nu je piemel ga zien, dan... Loop weg. Nou, die kan ik wel even laten zien. Doe dan. Nee, dat vind ik eigenlijk best vies. Doe maar even niet. Oh, nee, dat is echt heel kut. Je keek wel. Ja, hij keek eerst naar mij. Thank you. Heb je nog meer? Was dit het? Nee, we hebben nog meer. Oké. Oh, ja, maar nee, dit is mijn crush. Shawn Mendes. Nee, Shawn Mendes. Ik zie er toch ook lekker uit hier. Nou, dit is wel een goede foto van je. Maar komt, ik ken deze foto al, dus dan ben ik natuurlijk iets minder verrast. Hey! Jij keek even naar de apps van Peter. Weet je wat het bij dit is? Ik ben gewoon nieuwsgierig wie jij naast jezelf hebt geplakt. Dus daar ga ik eerst naar kijken. Smibby's... Oh. Wat deed jij nou? What the fuck gebeurt hier nou weer? Mijn eigen Mattie. Ja, nou... Hey, kijk je! Ja, deze foto ken ik al. Ik heb nog weinig naar Jonah Fraser gekeken. Ja, dat is niet helemaal mijn type. Oeh, dat ging even verkeerd. Oeh, wol even naar mij. Wat lief. Ja, ik bedoel, Oeh. Ik ken Leo en René. Hij werkt hartstikke hard voor die bodybuilder. Ja, hij is een hartstikke goed lichaam. Dat heb ik wel eens gezien. Vandaag nog niet. Je kijkt er niet echt naar. Nee. Oeh, ja. Waarom heb je deze foto gemaakt?
Calvin. Wat de fuck is dit voor een foto van Enzo? Gekke spierballetjes. Kijk hoe koud kast hoe die is. Ja, maar ik vind het een beetje naar uitzien. Ja, volle bak. Oh, wow, wow, wow. Kijk je even dubbel praat niet zo tegen mij. André Hazes. Is toch geen aantrekkelijke foto van jou? Nou, dat was de video. Bedankt voor het kijken. Nee, jij moet ook nog van vrouwen kijken. Jou gaat dat niet lukken. Jij kijkt wel echt met te veel plezier naar andere vrouwen. Soms. Hoezo? Hoe dan nou weer? A girls in bikini complication. Complication? Ja, met je complication. Hot bikini chicks. Nee, maar deze vrouw heeft natuurlijk ook jetsers. Oh, er valt iets. Zo, ze hebben wel goed. Hallo, hallo! Hey, ik moest even kijken of ze zich wel goed insmeren. Oeh, dit lijkt een beetje op een pornofilm. Dit mag dit op YouTube? Was ze helemaal naakt? Ze was naakt. Hallo! Ja, ik moest er even kijken. Je kijkt naar de naakte van JJ. Nee, ja, jij zegt dat ze naakt was. Nou, dit is echt mijn type. Is dit jouw type? Oeh, deze is moeilijk. Oh, Calvin! Nee, kijk wat ze doet! Kijk wat ze doet! Deze vrouw heeft te veel geld besteed aan correcties, denk ik. Ja, ze lopen wel echt, ze doen het. Als ik er niet bij was, zou je hierop kunnen ding doen? Ook als je erbij was, hè. Gadverdamme. Kijk, dit zijn de uitdagingjes. Vind jij knap? Nee. Nee, deze ken ik. Ja, deze heb ik wel regelmatig gezien. Deze volg jij? Ja. Nee, wacht ik even. Ik heb wacht prachtige even. Borsten. Kijk alleen naar haar hoofd. Hallo! Ja, ik kijk naar het hoofd! Nee, ja, dit is echt een prachtige meid. Ja, vind ik ook. Hallo! Ik kijk naar het gezicht. Dit ding is stuk. Dit vind ik ook niet echt een hele knappe chick. Heeft ze een goede bil? Ja. Ik mag er niet naar kijken. Je ziet dat letterlijk vanuit je ooghoek wel. Dit is een soort modelletje, dit denk ik. Ik vertel dat zo'n lichaam ik nooit ga krijgen. Of zo hebben. Dat hoeft ook niet. Als het maar een beetje in de buurt komt. Nou. Grapje. Grapje. Nou, ik geloof het wel. Ik vind dit niet zo heel knap. Nee. Zou je wel uren naar kunnen kijken trouwens, maar dat tezijde. Zou je dit ook gebruiken om een sessie? Ja. Kun je dan dit gaan kijken? Nee. Ik heb wel andere websites waar je spelen.nl. Kun je van die sexy spelletjes doen. Okay. Dat je BH's moet schieten. Meneer is ook 24. Laat even in de comments weten wie jij vindt die het beste gedaan heeft. Ik zeg altijd kijken mag. Kijken mag, blijkbaar ook weer. Dus blijkbaar ook weer? Oh, schijnheilige meneer, kijk nooit naar een andere vrouw. Nee, maar vandaag was de bevestiging. Oh, ja. Als zelfs tuurlijk. Nina zegt kijken mag, dan hebben we... Oh ja, want meneer keek nooit. Dan is het hek hoor. Van de Dam. Weet je nou wind weer? Dat is een volwaardig scheep. Nou, doei, ik verklaar jou. Ik zie